Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hans en Dranken, Zon Food and Vegetables en restaurant Au Quai de Bon Enfant. Deze week reist Navenant Kookt Af naar de hoofdstad van Limburg. In het gezellige Jekerkwartier in Maastricht ligt restaurant Au Quai de Bon Enfant. Het voormalige weeshuis, dat later fungeerde als café, is in 1949 samen met het naastgelegen woonhuis verbouwd tot restaurant en viert dit jaar haar 65-jarig bestaan. In het oude pand met warm decor zorgt patron-cuisinier Georges Staselaar ervoor dat gasten Bourgondisch kunnen genieten van klassieke Franse gerechten en heerlijke wijnen. Georges laat ons deze week zien hoe je het seizoen laat terugkomen in 5 smakelijke gerechten. Welkom bij Navenant Kookt. Vandaag gaan we een gerechtje maken met een knipoog naar het wereldkampioenschap voetballen. Natuurlijk weer met regionale producten. En dan nemen we even de Noordzee als regio erbij, want zo groot is Nederland niet natuurlijk. We hebben bijzondere pasta uit Limburg. Een hele fanatieke pastamaker. Die heeft me geleerd dat er ook veel gezondheidsverschillen zijn in bloemsoorten en dergelijke. Dus op een top product. Hier heb ik al een beetje voorgekookt ervan. Asperges hier uit Maastricht, daar zijn we heel trots op. De grond in Maastricht is veel te stevig, te lus om wit asperges te laten groeien. Dus de groene groeien boven de grond, dat gaat wel. Al is er één collega boer die wel bezig is met witte asperges voor het eerst. Dan is het seizoen van de rode mul net begonnen, de Rouget Barbin. De naam slaat op het baardje hieronder. Dus ga ik eerst van de pasta, ga ik bereiden zoals een soort risotto, zeg maar. En daarvoor gaan we nu de oranje paprika schillen. Dat zult u niet vaak zien, maar meestal wordt die in de oven ontveld en dergelijke. Maar ik wil graag gewoon de rauwe smaak hebben, zodat die, als die gaar gemaakt is, dan krijg je toch al een ander effect. En zo komt alle smaak dadelijk in de pasta terecht. Dus ik heb nu de oranje paprika geschild, met het oog op het WK natuurlijk. We zijn ook bij de teler op bezoek geweest. En het blijkt ook nog een super gezond product te zijn. We kennen allemaal de gele, rode en groene paprika's. Maar dit is toch de gezondste. We hopen dat het misschien een beetje bijdraagt aan de resultaten in Brazilië. Dan gaan we nu even een kijkje nemen bij de teler. Ik ben vandaag in Zevenen bij kwekerij Hermans Walter, een modern bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in oranje paprika. De teelt vindt plaats in deze moderne kassen waarbij de nieuwste technieken worden toegepast. En Wim en Annette Hermans garanderen hierdoor een gezonde en milieuvriendelijke oranje paprika. Maar waarom nou oranje? Daar ga ik vandaag achter komen. Annette, we hebben de rode, de gele en de groene paprika. Waarom ook nog een oranje? Nou, waarom een oranje? Wij zijn in ieder geval als tweede teler in Nederland begonnen in de jaren 84. Dus zijn we begonnen als de eerste teler onder de rivieren met oranje paprika stelen. Waarom hebben wij voor het product oranje gekozen? Omdat het niet bij het bulproduct zat. Wij wilden niet bij de rode en bij de gele zitten, omdat er al zoveel paprika's zijn. Hebben wij gekozen voor het oranje paprika omdat het een niche product is. Okay. Daar hebben wij voor gekozen. En hoe komt hij aan zijn kleur dan? Het is rasafhankelijk, dus het is verschillende soorten zaadjes. Je hebt de zaadjes waar de gele, oranje, gele paprika vandaan komt, de rode of de oranje paprika. Okay. De rode die je eet, die komt van de groene af. Dus dat is eigenlijk een nog niet rijpe paprika? Precies, de groene paprika is onrijp. Hij hangt van bloemetje, wat je hier ziet, van bloemetje tot deze paprika. Daar heeft hij 5 weken voor nodig. Wil die zo groot zijn, dan kun je dat zien. Ja. En 3 weken langer hangen, dan wordt hij oranje. Of je krijgt hem rood, of je krijgt hem geel.
En is er nou ook smaakverschil in de paprika? Ja, er zit zeker smaakverschil in. Ja, de groene is bitter, maar daarom niet minder geliefd bij de mensen. Het is gewoon, die kun je gebruiken bijvoorbeeld in een soep of in een saus of zo. De oranje paprika en de rode en de gele die zijn wat zoeter. Mm-hmm. Maar de oranje is de zoetste onder de drie kleuren. Oké. En hoe gaat die teelt in zijn werk? Nou, de teelt die gaat in zijn werk dat hij eigenlijk binnenkomt bij de zaadfirma waar wij het zaad naartoe laten sturen. Ja. Dan komen ze op een treetje en wij krijgen de paprikaplant ongeveer als ze 30 centimeter zijn. En wij gaan planten in december, begin december, voor Sint-Nicolaas. Voordat we de plant zo groot hebben, moet die minstens een meter hoog zijn. Willen we daar de paprikaatjes aan laten komen. Maar daar hebben we dan wel heel goed weer voor nodig. We hebben er hommels voor nodig. En die hommels die zorgen weer dat het bloemetje bevrucht wordt. En dat we ontzettende mooie vruchten van krijgen. Okay, en jullie werken alleen maar met deze kassen? Wij hebben hier 5,2 hectare alleen oranje paprika's. En dat wil dus zeggen dat we 11 voetbalvelden groot zijn met de kassen. Dus die telen we hier, ja. En alleen maar het ras oranje. De kok van deze week heeft al een heerlijk gerechtje gemaakt met oranje paprika. Heb je zelf ook nog ideeën daarvoor? Nou, tuurlijk hebben wij super ideeën over de oranje paprika. Want je hebt er zoveel mogelijkheden mee. Je kunt bijvoorbeeld een heerlijke oranje paprika soep maken. En je pakt een likeurglaasje en dan doe je gewoon één bolletje oranje paprika ijs in. Wat wij dus ook gemaakt hebben met ijsbereide tegenklevers. En een klein paprika likeurtje erbij. En dan heb je een heerlijk gerechtje om iemand voor te schotelen. Heerlijk. Ja, dat smaakt echt heerlijk. Voor de pasta natuurlijk weer een shallotje. En een teentje knoflook. Ik pers de knoflook nooit. Neus me altijd een beetje en dan fijn hakken. Het geeft net een andere smaak. Het geperst is vaak zo scherp. Een beetje aanzweten in olijfolie. Ik gebruik bijna geen boter, alleen maar olijfolie. Met het oog op de gezondheid. En ook denk we steeds meer vegetarisch, zeg maar. We gebruiken ook geen vleesbouillons, maar groentebouillons om al dit soort dingen te bereiden. Dus paprika en blokjes. Die gaat dan dadelijk bij de shallotjes. Daar komt de pasta bij, die is al 10 minuutjes voorgekookt. En dan nog een minuutje of 8 in de oven. Dan is de paprika net gaar en de pasta is precies gaar. Dan hebben alle smaken mooi bij elkaar. Dan gaan we zo de mul schoonmaken in de tijd dat de risotto en de pasta in de oven zit. Dan kunnen we gelijk door. We doen er de groene Maastrichtse asperges bij. Ik vind het echt geweldig dat we dat gewoon in Maastricht bij de boer kunnen halen. Uitjes een beetje aangezweet. Dus hier hebben we de paprika een beetje aanfruiten. Ik ga dadelijk nog een keer hetzelfde maken, maar dan voor de coulis die er dadelijk bij komt. Daar vertel ik dadelijk meer over. Dus peper en zout. Een klein beetje de smaken losmaken. Dus de paprika is nog helemaal rauw. De pasta erbij. Als je lekker veel paprika erin hebt. De groentebouillon net onderzetten. Snel aan de kook brengen en dan in de oven het vocht laten
absorberen door de pasta. Dus als het goed is, is het eigenlijk helemaal serveerklaar. Het kookt al bijna. Fijne snelle gerechtjes voor thuis. En dan moeten we zorgen dat we de rode mul klaar hebben tegen de tijd dat dit uit de oven komt. Dan kunnen we gelijk door naar de tafel. Het is natuurlijk niks voor thuis om die vissen zelf te gaan schoonmaken. Het is wel leuk om te zien, denk ik. Gelukkig is hij al geschubt, want dat is geen pretje. De schubben die om je oren vliegen. Snijden we achter de kieuwen een kop eraf. Hier doen we niks mee natuurlijk. De ingewanden. Er zijn visboeren die zetten het mes op de graad en doen ze een keer zo. Maar dan blijft er veel vlees op de graad achter. Dus we doen het op de moeilijke manier, maar wel de echte manier. Op de graadjes kom je de middengraad tegen, de ruggengraad. Hier zitten een paar graadjes naar binnen toe. Snijden we door. Daar is het tangetje voor. En dan straks de gaatjes mee uittrekken. Mes op de graad. En zo hebben we al het vlees van de graad af. Andere kant hetzelfde. Hier zitten de gaatjes weer. Dit is een lekker visje ook. Voor in de bouillon. De graad dan. Hier hebben die ingewanden net gezeten, dus daar zitten ook een paar graadjes. Die snijden we zo weg. Bij rode mul denken we vaak aan Zuid-Europese landen. Maar in onze Noordzee komt ook gewoon rode mul voor. In het zuiden zie je vaak die kleintjes. En bij ons de grote, dus dit is gewoon een Noordzeevisje. En het seizoen is net begonnen. We letten heel erg op de seizoenen tegenwoordig. Ik zie nog altijd zeetongen liggen bij de visboer en op sommige menukaarten. Maar die moeten nu bezig zijn met de voortplanting. Het is de eerste helft van het jaar. We moeten eigenlijk de meest populaire vissen in Nederland, zoals tarbot, zeetong, zeebaar, zeeduivel, allemaal met rust laten. Die zijn voor de tweede helft van het jaar. De graadjes eruit friemelen. Hoe verser het visje, hoe lastiger het gaat. Rode mul is nogal gevoelig. Je kunt het absoluut niet te lang bewaren. En het velletje duurt ook moeilijk in de pan vaak. Dus daar heb ik iets op bedacht. Dan leggen we een stukje brood op. Dan krijg je een leuk effectje met het bakken. En een mooi krokant laagje. Dan snijden we een beetje bij. Dit is gewoon stokbrood. Dun gesneden. Een beetje aanvriezen, dan kun je hem mooi snijden. Dus zo gaan we op de huidkant met het brood erop op een laag vuur en een teflonpan die niet plakt. In olijfolie rustig bakken. Zoals gezegd heb ik hetzelfde nog een keer gedaan. De paprika met het shallotje. Maar dan met een beetje agar gebonden. Agar is een bindmiddel, is plantaardig. En dat kan tegenstelling tot gelatine een beetje warmte verdragen. Dus ik heb het snel teruggekoeld in de vriezer. Kan ook in de koelkast natuurlijk. Nu is de agar is gestold. En als je het nu weer opnieuw glad draait, dan blijft het een koelie. Hij
AGA voor de binding gezorgd. Ik zal op de site en op de app uitleggen hoe we met AGA omgaan. Nu hebben we een mooie koelie. Dan hebben we de vis in de pan, de pasta in de oven. Ik heb er groene asperges bij gekookt. Die gaan we een beetje glaceren in olijfolie. Kijken hoe het. Even checken of het brood niet aanbrandt. Het is nog wel mooi krokant. Dan doen we dadelijk op het laatst nog een keer op het brood. De vis is nu zo goed als gaar. Dus hij mag niet helemaal gaar bakken, dan wordt hij gelijk droog. Dus het laatste tikje krijgt hij eigenlijk door om even zo te laten rusten. De pasta is goed nu. Dan doen we wat van de koelie op het warme bord. In het midden de risotto in de steker. Dat kan ik ook gewoon zo op bord doen. Dat is altijd mooier in een vormpje. Paprika is mooi gaar. Dan werken we dat in de steker. Beetje aandrukken. Ik heb deze vorm gepakt zodat het visje er mooi op blijft liggen. Asperges erbij. En dan de rode mul met het krokante broodkorstje erop. En dan vind ik het goed zo. We moeten dit thuis maken. Voor het recept kijkt u op de site of op de app van Na van Hand Kookt. Smakelijk! Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hans en Dranken, Zon Food & Vegetables en restaurant Au Quai de Bon Enfant.